Welkom bij Het Heelal en Meer. Ik ben Roy Smits en in deze video's vertel ik over het universum en wetenschap. Vandaag ga ik het hebben over aliens. De vorige keer vertelde ik over eigenschappen van de maan. En daar zou ik graag nog één eigenschap aan willen toevoegen, namelijk dat de zon en de maan en de hemel vrijwel precies even groot lijken te zijn. In werkelijkheid is de zon wel 400 keer groter dan de maan. Maar de zon staat ook 400 keer verder weg dan de maan. En daardoor lijken ze vrijwel precies even groot te zijn. Net zoals deze sinaasappel precies even groot lijkt te zijn als de maan erin, wanneer de sinaasappel wat verder weg plaatst. Maar waarom klopt dat zo precies? Waarom lijken de zon en de maan precies even groot te zijn? Ja, dat is toeval. En dat zal in de toekomst ook anders zijn. Want de maan beweegt namelijk heel langzaam van de aarde weg. Met een snelheid van zo'n 4 centimeter per jaar. Maar dat betekent dat miljoenen jaren geleden de maan veel dicht bij de aarde stond. En dus ook veel groter leek dan de zon. En in de verre toekomst zal de maan juist veel kleiner lijken te zijn. We leven in een uitzonderlijk tijdperk waarin we de perfecte zonsverduistering kunnen zien. En dat is een waar spektakel dat misschien wel nergens anders in de Melkweg zal voorkomen. Een zonsverduistering ontstaat wanneer de maan voor de zon langs beweegt. Tijdens dag wordt het ineens nacht. Het voelt stil buiten, het koelt af en de zon wordt langzaam opgegeten door een zwarte maan. En omdat deze zo perfect over de zon valt, zien we net voor en net na de volledige verduistering ineens een ketting van lichtpuntjes als een sprankelende diamant tevoorschijn komen. Een absoluut uniek fenomeen. Daarom hecht ik persoonlijk niet zoveel waarde aan die films waarin buitenaardse wezens naar aarde komen om onze koeien te ontvoeren of om onze oceanen leeg te zuigen. Serieus, er is in het universum meer dan genoeg water aanwezig. Ik denk dat als buitenaardse wezens ooit naar de aarde komen, dan zijn het toeristen die wel eens zo'n uitzonderlijke aardse zonsverduistering willen beleven. De cabaretier Theo Maassen zei ooit eens dat de zoektocht naar aliens geldverspilling is. Er zijn immers maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Zijn ze dommer dan wij, dan wil hij er niets mee te maken hebben. En zijn ze slimmer dan wij, ach, dan vinden ze ons veel eerder dan wij hun. Dat is uiteraard maar een grap, maar ik wil toch even gezegd hebben dat beide stellingen van Theo Maassen fout zijn. Stel dat wij inderdaad intelligent buitenaards leven ontdekken. Wat voor een immense impact gaat dat hebben? Eindelijk een antwoord op de vraag waar we zo lang naar gezocht hebben. Zijn wij alleen? En het antwoord is nee. Er zijn andere werelden met andere beschavingen, andere sociale gewoontes, andere culturen, een hele andere geschiedenis. Het maakt niet uit of ze slimmer zijn of juist dommer dan wij. Er valt zoveel van ze te leren. En iemand met de creatieve geest van Theo Maassen zal daar een schat aan inspiratie weten te vinden. En wat, als ze veel slimmer zijn dan wij? Vinden zij ons dan eerder dan wij hun vinden? Ja, dat zou je wel denken. Maar ook die stelling is hoogstwaarschijnlijk niet correct. Hoe zouden aliens ons kunnen vinden? Nou, we zenden al zo'n 100 jaar lang radiogolven uit. Een radiogolf die reizen met de snelheid van het licht. En dat is zo'n 300.000 kilometer per seconde. Met die snelheid ben je in 1 seconde al bijna bij de maan. Terwijl je met een raket er zo'n 2 dagen over zou doen. Dus de eerste radiogolven die we hebben uitgezonden, die hebben al een astronomische afstand afgelegd. Met dat soort afstanden praten we niet meer over kilometers, maar gebruiken we een eenheid genaamd lichtjaar. Een lichtjaar is de afstand dat het licht in een jaar aflegt.
Dus de radiogolven die we 100 jaar geleden hebben uitgezonden, hebben een afstand afgelegd van 100 lichtjaar. En bedenk dat 1 lichtjaar bijna gelijk is aan 10 biljoen kilometer. Maar ja, de afstanden tussen de sterren, ja, die zijn ook astronomisch. Dus die eerste radiogolven, die zijn alleen nog maar de nabije sterren gepasseerd. Maar mocht er aliens leven op de planeten rond een van deze sterren, dan zouden ze ons dus kunnen zien. Met behulp van een radiotelescoop. Maar waarschijnlijk zijn er geen aliens op de nabije sterren. Want als zij in staat zijn om radiotelescopen te bouwen, ja, dan zou je verwachten dat ze zelf ook radiogolven gebruiken. En we hebben nog nooit radiocommunicatie van die sterren kunnen zien. Maar daar hebben we wel naar gezocht. Dat is SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence, oftewel de zoektocht naar buitenaardse intelligentie. En ondanks super geavanceerde radiotelescopen die we gebruikt hebben en een immense hoeveelheid inzet, hebben we nog nooit een signaal van aliens kunnen vinden. Dus waarschijnlijk, als aliens bestaan, wonen ze veel verder weg, op wel duizenden lichtjaren afstand. Stel dat op die afstand wel aliens zouden wonen. Ja, die radiogolven, die hebben die ster nog helemaal niet bereikt. Dus wij zijn onzichtbaar voor de aliens. Tenzij ze super geavanceerde optische telescopen gebruiken. Maar zelfs dan zien ze alleen de aarde zoals dat er duizenden jaren geleden uitzag. Want het licht van de aarde doet er immers duizenden jaren over om bij die ster aan te komen. Dat is ook de reden dat we zeggen dat telescopen tijdmachines zijn. Hoe verder we wegkijken met telescopen, hoe verder we terugkijken in de tijd. En ja, duizenden jaren geleden was er vanuit de diepe ruimte nog niet zoveel te zien op de aarde. Dus vandaar, als aliens bestaan, is de kans klein dat ze van ons bestaan afweten. Ook al hebben ze super geavanceerde technologie. Maar nu even andersom. Wij zijn pas de vorige eeuw begonnen met het uitzenden van radiogolven. Maar de sterren en planeten zijn al miljarden jaren oud. Dus als er ergens aliens zijn met geavanceerde technologie, ja, dan is de kans groot dat ze al veel langer radiogolven uitzenden. Misschien wel miljoenen jaren. Die radiogolven zouden al door de hele Melkweg verspreid zijn. Dus met toekomstige telescopen is er een goede kans dat wij die radiogolven gaan waarnemen en daarmee de aliens kunnen zien. Juist omdat wij achterlopen in technologie, zijn wij het die de aliens gaan vinden voordat ze ons kunnen zien. Dus, leuke grap Theo, maar het is precies fout. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal Het Heelal en Meer. En heb je vragen over sterrenkunde, laat dan gewoon een berichtje achter. Meer sterrenkunde vind je op mijn website roysmits.nl, via Facebook, Telescopen, Twitter roy_smits of Instagram jm_smits. Inmiddels is mijn boek uit. Telescopen en tijdmachines. Daarin staan schitterende verhalen over de ongelooflijke ontdekkingen van de sterrenkundigen, allemaal uitgelegd met mooie illustraties en prachtige plaatjes van het universum. Nu verkrijgbaar in boekhandels en online.